De juristen Judith Simpson, Edward Reggio Paviro en Vijayantimala Splinter Bandhu zijn vandaag beëdigd als advocaten bij het Hof van Justitie. De beëdiging vond plaats in het gerechtsgebouw Civiele Zaken aan de Grote Kombeweg. Waarnemend hofpresident Iwan Rasulbaks is blij met de nieuwe groep. Hij riep de pas beëdigde advocaten op zich te blijven scholen in het vak. Rasulbaks vertrouwt erop dat de juristen hun nieuwe beroep op een kundige manier zullen uitvoeren. Laat het recht uw passie zijn. De dienstbaarheid aan de rechtszoekende, uw missie. En de integriteit en deskundigheid, uw visie. De nieuwbakken advocaten zijn blij met hun beëdiging. Ze beloofden zich van hun beste zijde te laten zien in deze nieuwe uitdaging. Vijayantimala Splinter Bandhu en daarvoor Edward Reggio Paviro en Judith Simpson, de drie zijn vandaag beëdigd als advocaten van het Hof van Justitie.